door het midden. Van Dijk vindt het niks. Bal gespeeld. Conceição die naar het midden was gekropen. Aan de binnenkant van de tegenstander. Die nam daar wel een risicootje. Momenten waar Ajax moet opletten en het schot van Lobeter wordt geblokt. Het is waar de tegenstander van Ajax, RKC, op loert. Dat is buitenspel. Ja, die gaat er eventueel in, maar nu gaat de vlag pas omhoog, denk ik, of niet? Nee, Ajax houdt de bal, dus vlag blijft omlaag. Maar ik kreeg toch de indruk dat het allemaal vanuit buitenspelpositie geschieden. Wat Lobeter daar deed. Maar ja, je kan die bal maar beter voor de lijn weghalen. Tweede waarschuwing van RKC voor Ajax. Klaassen daar aangetikt. Van de Eik gebaard meteen doorgaan. Ajax houdt ook wel de bal, nu is het een hoekschop. En hij is zeer gedecideerd in wat hij vindt. En dat moet ook wel als scheidsrechter, maar ik wil niet zeggen dat je dan altijd gelijk hebt. Rens. En dan Klaassen bijna. Loopt beter. Vel op de huid gezet. Dat betekent ook ruimte hier voor Kudus. En nog meer ruimte om het af te ronden, maar dat gebeurt niet. Tamelijk ruim gemist ook door Berghuis. Wie weet het. Het is... aan Ajax om het kapot te spelen en geconcentreerd te blijven. Niet zo'n paas te geven als Wijndal hier deed. Onnodig die bal inleveren. Levert hier een kans op voor Lobeet. Die hem ook nog keurig aflegt. En RKC op voorsprong. Ja, het gaat mis bij Wijndal. Maar daarna doet RKC veel dingen heel goed. En schuift Seuntjes hem binnen. In de 18e minuut. Komt RKC op voorsprong. En helemaal onverwacht komt het nou ook weer niet. Kudus. Nog van richting veranderd en dan van dichtbij binnengekopt door Klaassen. Maar voor de lijn weggehaald. Dan had Ajax een snel herstel gehad. En dat kwam er in deze situatie net niet van. Telen. En nu. Van richting veranderd. En dan op die manier dat hij een behoorlijk stuk naast gaat. Timber. Alvarez. En dan scheelt dat niet zo heel veel. Snijdt Ajax er doorheen, maar is er geen afwerking. Zo. Twee Ajaxiden die tegen elkaar liggen en Van de Eik laat doorspelen. Ja, nee, dat is inderdaad niet zo heel handig. We liggen er twee met het hoofd geraakt. Aan het hoofd geraakt. Ik wil tekenen door voor hoe dat gaat daar rond de middenlijn. Alvarez en Timber. En de kleine loopt beter daarbij. Blijkbaar kunnen Timber en Alvarez beide door. Ik
krijgt Klaassen een gele kaart. Wekers protesteren, wat... Zo erg is het toch allemaal niet, even een gebaartje maken. Tadic. Nu goed meegegeven. En dan gaat Wijndal liggen. Is van de Wijk alweer bij de middenlijn. Brobby en Bessie komen er dus in. Conceição en Klaassen zijn degene die eruit gaan. Brobby. Taylor. Dat is Lutonda die de bal daar wegwerkte. Berghuis die hem terugkrijgt en goed in de verre hoek. En dan staat daar Brobby. Staat hij geen buitenspel, dan is het vooralsnog 1-1. Heeft Ajax 4 minuten na rust in ieder geval de gelijkmaker te pakken. Dit is geen buitenspel, zeker niet. En dit ook niet. Dus staat deze en zal die blijven staan. De Roelie uit het doel. Dat loopt allemaal voor Ajax goed af, voor RKC net niet. Daar zit hij, Frank de Boer. Blijft oppassen voor de snelle counter die er hier weer is. Bessie met Lobet. Dat is een handige speler in dan. Van een behoorlijk stukje Bellassani. Maar het was een proberen waard. Tadic. Kudus. Wat scheelt het? Dit is een goede bal, zeg. Goede bal van Tadic op het hoofd van Brobby, maar die weet de bal geen goede richting te geven. Hij is nog altijd niet de winst te pakken. Sterker nog, moet uiterst alert blijven voor dit soort momenten. De Seuntjes nu doorgelopen zijn buiten spel. Deze gaat er wel in, maar de vlag is omhoog. Dan zat Roelie er overigens niet zo heel erg prettig bij. Maar is het buitenspel. En dat was ook eigenlijk wel meteen te zien. Maar toch weer zo'n moment. Kudus. Aangetikt. En Kudus is sterk. Kudus nog een keer aangetikt. Dat lijkt me dan toch een kaartje. Die wordt met de duim omhoog in ontvangst genomen. Twee spelers van RKC krijgen geel. Dus de vrije trap te nemen door Berghuis. En van dichtbij binnengewerkt. Ajax op voorsprong. Dan toch op voorsprong. Timber. Na al het gerommel en gedoe. Is er de vrije trap van Berghuis. En Timber, die Ajax voor de eerste keer vanmiddag op voorsprong schiet. Tadic. Berghuis 3-1 Ajax. Binnengelopen door Kudus. Ja, prachtige treffer. Die zorgt ook voor enorme ontlading. En dat valt te begrijpen na zo'n moeizaam verlopen wedstrijd tot nu toe. De achtste voor Kudus dit seizoen. 3-1 voorsprong. Kudus maakt met nummer 20.
En gaat Ajax uiteindelijk onder applaus van het veld af. En de nodige zaken zijn er te overwegen. Het verschil tussen eerste en tweede helft. En de komende tegenstander, Union Berlin. Want dat is minstens zo cookie als RKC, wat heet.